Het is twee keer per week een dienst van 4 uur. Je moet wel weten, voordat je eraan begint, dat die uren gevraagd worden dat je hier aanwezig kunt zijn. Dus dat moet thuis ook wel passen. En dat lukt. Ja, het houdt je in je hoofd wel bezig. De ene dienst is drukker dan de andere. Ja, soms werk je rustig, weinig bijzondere situaties. Dan laat je het vlugger los. En andere keren is het drukker, intensiever. Bij het wisselen van de diensten en bij de overdracht, wat we ook altijd doen bij de volgende groep die dan vrijwilligers die dan komt helpen, is aan elkaar vragen van heb je fijn gewerkt, is er nog iets waar je mee zit? Dus dat contact is ook heel fijn. Je weet ook altijd dat je bij de verpleegkundige terecht kan, mocht je ergens mee zitten of met elkaar of met de coördinator. Dus dat voelt ook goed. Mocht je ergens mee zitten, dat je weet van er is altijd een luisterend oor. Want je kunt niet altijd situaties van hier thuis helemaal uit de doeken doen waar je mee zou zitten.